Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veel producten van mei en juni laten zien. Het zijn niet heel veel producten die in het mandje zitten, maar ik heb toch weer een aantal producten die ik niet fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik zeker niet fijn vond en ook niet zou aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik begin even met een self-tan water. Dit is Credible Tan en Gold Bronze Glow. Dat is dit flesje. Ik heb deze bij de Action gekocht. Ze verkopen hem nog steeds. Inmiddels heeft de verpakking een upgrade gekregen en ziet hij er iets anders uit. Ik kan wel even een plaatje in beeld nu zetten van hoe het eruit ziet nu. Hier zit arganolie en karotextract in. Argan olijfolie zelfs. Het is van het merk Beauty Depth. Nou, dit is dus eigenlijk zo'n product waarvan je dus eigenlijk een mooie gebronsde huid zou krijgen. Het is natuurlijk hoog zomer. Heel veel mensen hebben het geluk dat ze bruin worden van de zon. Ik word niet bruin. Ik zie natuurlijk ook weinig zon. Maar als ik een middagje in de zon doorbreng, word ik heel rood, maar niet bruin. Ik verbrand altijd. Dus ik dacht, hoe leuk zou het zijn dat als je dan een keer een dagje weg bent, dat je er toch een beetje soort van zongebruind uitziet. Dus toen zag ik dit en dit zag er heel leuk uit. Het is een heel handig flesje met product erin. Je hebt gewoon een spray flacon. Het is heel simpel. Je spuit dit op je benen of op je armen. Je kunt het zelfs ook in je gezicht gebruiken. Dit smeer je uit en na 3 uur herhaal je het proces om dus een mooie zongebruinde huid te krijgen. Nou, ik heb dit geprobeerd, maar ik bleef gewoon wit hoor. Ik zag echt helemaal geen verschil met het gebruik van dit self-tan water. En het was zo fijn geweest als dit had gewerkt. Want ik heb ook wel zeg maar van dat zelfbruinen, wat je in moet smeren met zo'n handschoen. Maar dat is zoveel werk. Dus ik dacht, hoe fijn zou het zijn als dit zou werken? Want dit is gewoon echt heel makkelijk, maar het deed voor mij niks. Dus ik vond dit echt een dikke flop. Ik vond het echt geen aanrader in ieder geval. Dan heb ik van Catrice de Glowifier Illuminating Primer met een watermeloen extract erin. Dit is eigenlijk een primer die dus een lichte glow op je huid zou achterlaten. Het is dus ook heel fijn dat als je bijvoorbeeld niet zo van het dragen bent van foundation, wat me ook kan voorstellen bijvoorbeeld met warme dagen, wat je toch leuk vindt dat je huid een lichte glow heeft om dan zo'n product te gebruiken. Want dit kun je gewoon ook gebruiken zonder foundation. Nou, het zag er dus heel erg leuk uit. Je brengt het aan met een pipetje. Kijk, dus de verdeling is heel simpel. Ik zal hem eventjes op de huid laten zien. Kijk, ik heb hem nu even geswatcht en als ik hem dan ga uitsmeren, zie je dus eigenlijk op mijn hand best wel een lichte glow. Hij is echt heel middelmatig, echt heel licht, je ziet hem bijna niet. Dus ik dacht, dat ziet er heel tof uit. Nou, toen ging ik het op mijn gezicht gebruiken, maar op mijn gezicht deed echt letterlijk helemaal niks. Want ik bleef er gewoon hetzelfde uitzien. Dus die glow op mijn gezicht, die kwam dus niet tevoorschijn. Vond ik wel jammer, want verder is het wel een fijn product. Hij ruikt ook heel lekker door het watermeloenextract. Maar daarom heb ik er toch voor gekozen om hem bij de vulproducten te doen. Want ik denk, ja, ik heb zelf gewoon primers die ook gewoon goed hun werk doen. Die er goed uitzien, maar die ook dat effect niet geven. En deze leek mij gewoon echt vooral heel interessant vanwege dat glowy effect. Maar die gaf hij dus niet, helaas. Dan heb ik van Catrice de Lift Up Volume & Lift Mascara. Dit is een Power Hold Mascara in een waterproof variant. En dat is deze. Die zit in de blauwe verpakking. Ze hebben verschillende kleuren. En elke mascara heeft dus ook zijn eigen functie. Deze mascara zou je dus volume geven aan de wimpers. En je wimpers ook liften. Nou, dat zag er heel leuk uit en ik dacht, nou, dat is altijd heel fijn. Waterproof is ook wel fijn. Ik heb heel erg last van de hooikoorts met mijn ogen, dus waterproof mascara is sowieso wel fijn, want ik ga tranen en dan zit je mascara overal. Het borsteltje is niet mijn favoriet, want dit is een borsteltje met redelijk, ja, harde haartjes. Ik vind het niet mijn favoriete borsteltjes, maar de mascara deed ook letterlijk helemaal niks voor mijn wimpers. Ze werden zwart, maar dat was het ook, dus verder
kregen ze geen lift of volume. En dat vond ik wel jammer. Dus daarom dacht ik van ja, omdat hij daar wel echt voor bedoeld is, vind ik het geen fijne mascara. Dus deze zou ik zeker niet aanraden. Dan heb ik van Catrice het Velvet Matte Lip Pencil voor Color en Contour. En deze zou tot 6 uur lang blijven zitten op de lippen. Ik heb hem in de kleur 050 I Feel So Allured. Allured, maar dan echt met red, zeg maar. Hij ziet er zo uit. Het is gewoon een heel basic potlood, maar het is een potlood, kijk, die je dus zelf moet slijpen. Maar zie je, hij zit er al helemaal in. En ik krijg hem ook gewoon niet geslepen, want ik heb gewoon niet zo'n dik slijpertje die dit potlood kan slijpen. Want dit is keihard, dus je kunt hem echt gewoon niet slijpen. Ik vind dat potlood zelf, en ik probeer hem nou even te swatchen. Kijk, je ziet even een heel licht streepje. Ik vind het potlood zelf ook vrij hard aanvoelen op de lippen. Ik bedoel, hij kon wel omlijnen en je kunt er ook wel mee inkleuren, maar ik vind hem vooral heel hard op de lippen. De kleur is verder hartstikke mooi, maar omdat hij eigenlijk zo hard aanvoelt, vind ik dat niet prettig. Want ik heb momenteel gewoon echt heel erg last van droge lippen. Dus ik vind dan echt zo'n lippotlood wat heel hard aanvoelt echt niet fijn. Ik ben zelf ook wel meer fan van de lippotloden die je omhoog kunt draaien, want die hebben een iets zachtere textuur, zeg maar. Dat brengt gewoon net iets fijner aan, maar deze vond ik dus echt het veel te hard en daarom dus ook niet fijn. Gewoon vanwege de hardheid. En je kunt hem gewoon amper slijpen, omdat ik dus geen geschikt slijpertje daarvoor heb. Althans, die niet zo groot is waar dat potlood in past. Dan heb ik van Catrice de Sensitive But Wow Volume Mascara. En dat is deze. Hij ziet er echt super leuk uit. En deze is dus heel erg geschikt voor mensen met gevoelige ogen. Ook voor mensen die contactlenzen dragen. Nou, draag ik soms contactlenzen. De laatste tijd zie je me meer met de bril op dan met die lenzen in. Maar ik heb ze wel. En ik dacht, oh, dit is wel heel fijn als je dus gevoelige ogen hebt. Waar ik dus momenteel heel erg last van heb. Er zit calendula en Chamomile Flower Water in verwerkt. En dat ze hebben wel hele verzorgende bestanddelen, waardoor dat inderdaad ook echt wel zou werken. Je zou hem ook je zou hem ook heel makkelijk kunnen verwijderen met enkel warm water. Nou ben ik daar niet zo heel gelovig in als dat gezegd wordt, want ik vind toch, je moet het goed verwijderen. Maar goed, ik ging hem gebruiken. Het borsteltje is wel mijn ding. Ik vind het een heel fijn borsteltje. Alleen, mijn wimpers die kregen geen volume. Hij ruikt verder ook wel gewoon naar mascara. Je hebt niet echt dat je de bestanddelen ruikt. Het is wel iets minder aanwezig als de normale mascara geur. Maar ja, het blijft wel echt een mascara geur. Maar hij gaf geen volume. Mijn wimpers die werden zwart. Maar het was niet dat ik wat meer volume kreeg. En dat vind ik toch altijd jammer. Het is niet dat ik hem daarom niet meer zou willen gebruiken. Want omdat hij voor gevoelige ogen is, vind ik dat wel fijn. Maar omdat hij echt volume belooft, vind ik het toch wel zo eerlijk om aan te geven dat hij dus echt geen volume geeft. En dat hij mijn wimpers enkel zwart maakt. Dat is wel jammer, want het had zo'n mooie uitvinding kunnen zijn van deze mascara. Maar helaas, dat ook was het letterlijk niet. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dit is de Perfector Poreless Blur Primer van Catrice. Hier zit een niacinamide in. En dat is deze. Dat is de oranje variant. Deze primer belooft een soft focus effect. En deze zou je poriën en de fijne lijntjes wat minder zichtbaar laten zijn. Dat vind ik altijd wel fijn als dat gebeurt. Het is een velvet smooth voor perfect flawless finish. En een verzorgde huid. Dus het zou een hele fijne textuur hebben en je gezicht eigenlijk heel glad maken. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Misschien is het leuk om te weten dat deze tubes met 100% groene energie gemaakt zijn. Maar goed, daar gaat het niet om. Deze is trouwens wel vrij van minerale oliën, parabenen, gewone olie en alcohol en parfum. Dus dat zit er allemaal niet in. Dan heb je hier de opening. Die is heel basic. Niet heel bijzonder. Dan heb ik hem hier eventjes aangebracht. En dan ga ik hem uitblenden. En dan zie je er eigenlijk ook helemaal niks meer van. Dus hij droogt verder goed op. Mooi op. Alleen, hij deed niks, zeg maar. De lijntjes die bleven gewoon zichtbaar. Mijn poriën werden ook niet kleiner van deze
primer. Ik moet wel zeggen, hij is heel verzorgend. Maar omdat hij eigenlijk de dingen die hij belooft niet deed, vind ik hem toch niet fijn. Daarom zou ik hem toch niet voor aanraden. Want dan denk ik, dan zijn er betere primers op de markt die het wel doen. Ik vind het heel leuk dat ze het beloven. Maar hij maakte zijn beloftes niet waar. Dus daarom vond ik hem toch niet fijn. Dan waren dit mijn veel producten van mei en juni. Het was gelukkig niet heel veel, maar er zijn toch altijd wel producten bij die niet fijn zijn. Het mandje is nu leeg. Helaas heb ik al wel weer een aantal producten die er weer in kunnen. Dus ja, hij wordt ook gelijk weer gevuld. Ik ben zelf eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd en of dat jij er misschien anders over denkt. Want dat kan natuurlijk. Het is altijd een hele persoonlijke mening. En misschien ben je het wel met me eens dat je ook een van deze producten hebt geprobeerd dat je denkt van, oh ja, ik deel je mening. Het kan ook zijn dat je misschien benieuwd was geweest naar een van deze producten en dat je misschien zelf het willen proberen en dat je misschien nu denkt, ik zou het niet doen. Zou ik ook wel leuk vinden om te weten of het je bijvoorbeeld van een aankoop weerhouden heeft. Ik hoop in ieder geval dat je het heel leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!